Hey kijkers van dit kanaal Zwarts, welkom bij alweer een gloednieuwe Minecraft video. En vandaag heb ik weer wat nieuws en een nieuwe update voor jullie over 1.15 en Minecraft 1.16. Minecon 2019 is voorbij, dat was afgelopen weekend, afgelopen zaterdag. En ja, er zijn een hoop gave nieuwe dingen aangekondigd die er gaan komen. En daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. Er zijn een aantal superleuke, originele, nieuwe dingen die zijn verzonnen. En ja, die gaan we gewoon even met z'n allen gaan we het over hebben. Eens even kijken of dat wat is. Verder hebben we een nieuwe snapshot gekregen op de 1.15 update. Waar een paar hele kleine dingen zijn die ik jullie ga laten zien. Dus vergeet niet te abonneren. Druk op het duimpje omhoog. Druk op het belletje ook. En dan gaan wij super snel beginnen. Goed, Minecraft 1.15 blijkt als update in zijn geheel geen extreem grote update. Er gaan geen super grote nieuwe dingen bij komen. De bijen is eigenlijk wel het enige waar het in deze update om gaat. Samen met bugfixes en een hele nieuwe rendering engine. Nou, wat is een rendering engine? Ik heb het er in de vorige video ook al even over gehad. Het is een manier waarop alle informatie van Minecraft, dus alle code die erachter zit, naar jou toegestuurd wordt, zodat jij het op jouw beeld te zien krijgt. En hoe beter dat in elkaar zit, hoe sneller jouw Minecraft is, en dus hoe hoger je FPS is en hoe minder fouten er zijn. Allemaal dat soort dingen. En die wordt omgegooid in Minecraft 1.15. Daarom zijn er ook een aantal gekke glitches. Als ik even wolken aanzet, dan zie je dat achter het glas geen wolken zitten. Dat zie je, ja, dat is een normaal Minecraft wel zo. Maar nu blokkeert het glas, blokkeert alle wolken en er zijn nu gewoon geen wolken meer. Dus dat soort dingen, ja, die hebben ze hier nu, daar zijn ze mee bezig, dat zie je. En dat wordt allemaal gefixt en je kunt dus zien dat ze goed bezig zijn met de rendering engine. Nou, dan nog een paar kleinere updates. Papegaaien, oftewel parrots. Als ik er even wat parrots bij pak en wat cookies om ze te temmen. Zo. Dan gaan we er even eentje op mijn schouder zetten. Kom hier, koekjes. Oh, wat? Oké. En mijn Minecraft is gecrashed toen ik een parrot een cookie gaf. Nice, iets ging hier goed fout. Goed, en we zijn terug. Het lijkt erop dat mijn parrot weg is of is dood gegaan. Ik weet niet of deze van een parrot komen. In ieder geval, we gaan het nog een keer proberen. Oké, nice. Minecraft crasht als je een parrot een cookie geeft. Dit is heel chill. Goed, dat ga ik dus niet nog een keer proberen. Maar we hebben hier een parrot. En wat ik wil vertellen is, op het moment dat je die op je schouder hebt en je gaat in een boot, dan was het eerder zo dat die parrots van je schouder afgingen. Dat is nu niet meer. Dat wilde ik laten zien. Maar Minecraft denkt er anders over en heeft zoiets van, weet je wat, we gaan lekker crashen. Dus ik ben bang dat ik dat nu niet kan laten zien. Jullie moeten er maar op geloven. De volgende is dat er een paar kleine veranderingen zijn aan bijennesten en hoe ze reageren met vuur en ontploffingen. Dus ik zal er even wat TNT bij pakken. Een vlinderstiel. En dan kan ik dit laten zien. Als ik hier een bijennest pak, er zit één bij in. Ik heb een NBT, er zit één bij zit er al in. Als ik die nu plaats en ik zet er een TNT naast, zo, ik zal die er nog wat plaatsen, dan zul je zien dat, daar gaan we. Bam, het ontploft en de bijen komen eruit. De bijen zelf krijgen geen damage, ze hebben gewoon al hun levens nog. Maar ze gaan wel uit het nest als hun nest ontploft. Verder nog een ander ding, als hun nest in de fik komt te staan, gaan ze er ook uit. Zo, en op het moment dat op de verkeerde kant is, op het moment dat ik de voorkant in de fik zet hier, dan zal die bij normaal ook in de fik vliegen. Niet altijd, maar ligt er een beetje aan waar ze spawnen blijkbaar. Deze wil alleen maar ver weg spannen. Maar het is wel zo. Dus bijen en TNT en vuur reageren nu met elkaar. En het is best wel geinig. Goed, dan komen we nu bij wat nieuwe updates die gaan over dingen die zijn aangekondigd. Die gaan komen. Over de 1.16 update ga ik het hebben. En over een aantal nieuwe spellen die Minecraft gaat uitbrengen. Ik zou heel graag daarbij wat beelden willen laten zien van die games. Alleen ik heb op het moment heel weinig tijd. Ik zit druk met de school, met de universiteit. En daarom heb ik helaas niet echt genoeg tijd om een video zo te bewerken dat jullie al die dingen kunnen zien. Dus sorry daarvoor. Ik zal wat linkjes in de beschrijving zetten naar video's die wel wat meer informatie daarover hebben. De meeste zullen wel Engels zijn, dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar waar je in ieder geval iets meer kunt zien wat er gebeurt. Voor de mensen die dat niet willen, ik leg het nog steeds gewoon allemaal uit. Er komt een nieuw spel, dat heet Minecraft Dungeons. Sommigen van jullie missen dat misschien wel al, maar er is wat gameplay gereleased van hoe dat eruit gaat zien. En het ziet er echt heel gaaf uit. Je hebt allemaal nieuwe biomes eigenlijk, dorpen. Lijkt een beetje op een 3D-achtig spel wat third person is.
Er zijn nieuwe gigantische monsters die je kunt aanvallen en het ziet er heel gaaf uit. Het lijkt een beetje op Hytale. Dat is de nieuwe Minecraft die Hypixel ooit nog eens gaat uitbrengen. Daar heeft het wel een heel klein beetje van weg. Maar ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken. Het zag er veelbelovend uit. Verder is in de stream ook nog een andere update aangekondigd. Of eigenlijk geen update. Minecraft gaat een bordspel uitbrengen. En dat heet Builders and Biomes. En het is een beetje volgens mij van alles wat. Je moet, het is een beetje een puzzelachtig spel met nog een aantal andere features erbij. Dus het ziet er wel, het is wel geinig. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat werken. En ja, het is gewoon een bordspel. Ik neem aan dat jullie allemaal wel weten wat een bordspel is. Ook de oude, of ook de nieuwe generatie. Vroeger speelden mensen dat. Dan, nu waar het eigenlijk toch een beetje om gaat. Deze is de 1.16 update. De 1.16 update, het thema is bekend. Het is definitief de Nether update. Heel veel mensen hoopten dat er een cave update zou komen. Waarin de grotten van Minecraft dus goed aangepakt zou worden. En veranderd worden, onder handen genomen worden. Maar dat is het niet. Het wordt een Nether update. En een Nether update, wat het wordt, is ze gaan de hele Nether even flink onder handen nemen. Ze gaan allemaal dingen veranderen. En daar heb ik vandaag al een aantal dingen van die daarbij gaan komen. De biome uit de 1.16 update is ook bekend. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, heb ik vorige week een video gemaakt waarin ik liet zien dat er 3 nieuwe eventuele biomes komen. De swamp biome, de badlands biome en de mountain biomes. Of het zijn geen nieuwe biomes, maar die worden aangepast en beter gemaakt. En de winnaar daarvan is de mountain biome. Daarbij komt nu een berggeit. Iemand zei in mijn reacties dat het een steenbok was, maar het is echt een berggeit. En er komt wat sneeuw, wat zachtere sneeuw. Een hele nieuwe terreingeneratie. Dus de bergen zullen er straks veel anders uitzien. En daar ben ik wel hyped voor. En ik denk dat er heel gaaf uit gaat zien. Verder gaan we even door met de 1.16 update zelf. Soul Sand heeft in de 1.16 update blauw vuur. Als je Soul Sand in de fik zet met vlinderstiel, komt er straks blauw vuur boven. En dat is wel geinig. Er komen nieuwe biomes in de Nether. Dat zijn de volgende biomes. Op het moment zijn er volgens mij 2 bekend. De Soul Sand Valley en de Netherwart Forest. In de Soul Sand Valley is eigenlijk gewoon één groot grottensysteem met allemaal pilaren van Soul Sand en verschillende typen Soul Sand. Daar zie je ook allemaal skeletten liggen van oude dode monsters, zo ziet het eruit. Die skeletten zijn gewoon boomblokken, net als dat ze nu al in de grond zitten. Verder is er daar natuurlijk ook vuur in op het Soul Sand en dat ziet er dan allemaal blauw uit. Dus dat is wel geinig. Dan hebben we nog het Netherwart Forest. In het Netherwart Forest zitten een hoop nieuwe blokken al, dat hebben we al gezien. Er zitten paddenstoelen zitten erin, nieuwe netherachtige paddenstoelen, nieuw nethergras zit erin. Er komen nieuwe bomen met gekke bladeren, lijkt een beetje op een soort doolhof, een ondoordringbaar bos. Lijkt een beetje op wat dat betreft op een dark Oak Forest hier, waar je ook flink in kunt verdwalen als je niet goed oplet. En daar heeft het wel wat van weg. Er is ook een blauwe variant van deze Nether Forest, waar alles blauw is. De Nether Ward Forest, sorry, waar alles blauw is. Blauwe boomstammen, blauwe grond volgens mij, alles is blauw. En dat zijn de nieuwe biomes die nu bekend zijn. Er komen ongetwijfeld nog meer nieuwe biomes, of in ieder geval meer nieuwe features die in 1.16 gaan komen. Verder hebben we in 1.16 ook nieuwe mobs, 2 nieuwe monsters en natuurlijk dan daarnaast nog die berggeit. Maar de monsters waar ik het over heb is de Piglin Beast en Piglins. En Piglins, die naam is volgens mij definitief, maar de Piglin Beast naam is nog niet definitief. Die wordt nog aangepast en daar zoeken ze hulp voor van de community van jullie. Dus daar kun je een suggestie op achter gaan laten. In ieder geval, wat zijn het? Piglins zijn een soort nieuwe vorm van zombie pigmen. Ze hebben er wel wat van weg. En wat ze doen is, ze vallen widderskeletons aan. Ze vallen ook piglin beasts aan. En ze vallen ook spelers aan. Als je gouden armen aan hebt, dan vallen ze je niet aan. Dan ben je een soort van onzichtbaar. Meestal bewaken ze iets van een kist of zo, waar allemaal loot in zit. Een aantal gouden spullen meestal. En op het moment dat je die kist opent, dan komen ze helemaal achter je aan. Ook als je gouden armor aan hebt. Piglins, daar kun je ook straks mee gaan ruilen. Het is een soort gek ruilsysteem, zoals we het in de stream hebben uitgelegd. Je kunt er niet op gaan klikken of zo. Er komt niet een menu zoals bij villagers. Maar wat er wel komt is, waar ze het over hadden, was dat je iets naar die piglin toe kunt gooien. Dus een stuk goud. Dus daar heb je een gold ingot die je zo
naar die pillager in zijn gezicht kunt smijten. En dan gooit hij misschien iets terug. Daar weten we nog niet heel veel over, maar dat gaan we allemaal vanzelf zien. Daarnaast hebben we nog de Piglin Beast. En de Piglin Beast is een soort, ja, lijkt een beetje op een wild zwijn. En wat die doen is ook gewoon een beetje rondrennen. Ze vallen spelers aan. Ze doen niet veel damage. Ze doen maar één hartje damage per keer dat ze je aanvallen. Dus dat valt wel mee. En in de Nether worden ze een voedselbron. Dat is een beetje het idee. Ze worden een bron van voedsel die je kunt, die je kunt krijgen. Je kunt die beesten vermoorden. En er zal er waarschijnlijk een nieuw type eten uitkomen dat je kunt opeten. Dat zijn een beetje de updates van 1.16 die tot nu toe bekend zijn. Als ik dingen heb gemist, dat kan. Deel die met de rest van de kijkers door ze in de reacties achter te laten. En dit was een beetje wat ik vandaag voor jullie heb. Ik hoop dat ik de volgende keer iets meer tijd heb om ook voor dit soort dingen wat meer beeldmateriaal erbij te geven. Maar goed, helaas had ik dat vandaag niet. Hopelijk vonden jullie toch een gave video. Mocht dat zo zijn, druk dan zeker even op een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van alle Minecraft updates. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie allemaal weer terugzie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!